Jenny, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3 met webcam. Vanaf nu wordt alles webcam. Ik word afgeleid voor dat ding, dus ik weet niet wat hier. Maar het is 2-1 en webcam. En ik heb een nieuw naar programma, dames en heren. The X-Story. Ik gebruik die games dus ook. Vandaar dat ik het dus ook gebruik. Het is de eerste opname ermee. En morgen loont dus de grap was nog niet ermee. Maar goed, wij zijn vorige week hier geëindigd met deze attractie neer te zetten. En wat is de naam van deze attractie ook alweer? Flight of Phoenix, oké. Er moet nog een stationnetje gebouwd worden, want dat is er dus niet bij. Dus, en het pad moet er nog gefixt worden. Het is nog heel wat werk. Maar ik heb hier al een stukje pad liggen, zie ik. Dus laten we hier even mooi aankoppelen. Zo. En hier het pad. Beetje breder maken. Even kijken hoe we het hier gaan doen. Want hier is dus nog een hele plek open. Qua ruimte is er eigenlijk niet te klagen. Kijk eens hier hoeveel ruimte we hier nog hebben. En hier ga ik denk ik nog een bebossing zetten. Over die rotsen ben ik ook nog aan twijfelen als ik hier de rotsen ga laten. Waarschijnlijk ga ik daar een huisdecoratie ding nu van maken. Maar dat zien we dan wel. Maar goed. We moeten het pad nog zo. Petcovers zijn voor later. Het gaat nu heel even om het station van de Phoenix. Hoe moet je het eruit spreken? Ik weet niet hoe je het eruit spreekt. Geen flauw idee. En als het, ben benieuwd. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het gaat gaan met de edit. Ik wil de cam, maar het zal wel normaal geen probleem zijn. We zijn dus even aan het zoeken. Ben ik nog op? Ja, ik was juist. Voorzichtig zijn we vorige keer in het loop misgelopen, jullie weten nog. Wat is hier het thema? Het zit nog altijd in dat piratenthema gebied. Dus we moeten daar een beetje in blijven, denk ik. Ja. Maar dan heb ik niet echt. Het zijn allemaal kermisdingetjes. Het zijn onze petals die we niet. Het zijn niet wat wij gebruiken, dat is een ander. Dit is weet ik niet. Ik zal maar eraf blijven. Wat gaan we dan kijken? Even kijken. Wat hebben we daar dan gebruikt? Daar hebben we toch dingen gebruikt. Pirate things hebben we daar gebruikt. Dus ik denk dat we hier ook terug in het piratenthema moeten komen. En hier ook een piraat moeten gaan werken. En een brikken stationnetje moeten gaan bouwen. Van bricks. Of ja, bricks. Het is geen Minecraft, hè? Niet vergeten dat het geen Minecraft is. Het weg. Die waterval is me weer aan het storen op het geluid. Maar ik zie dat ik hier wel natuurlijk wel even breder moet werken. Want anders ziet het niet echt uit. Ik zie dat ik hier zelfs pad heb gelegd. Hoe kom ik er bij? Je moet er wakker zijn. Even eerst een dames en heren wakker. Hoe gaan we dat doen? Zo. Zo. Ik doe het gewoon zo. Redelijke wakkerij. Zal wel genoeg zijn, denk ik. Voorzichtig naar onder. Naar onze Pirate Things set. Pirate Things. En dan moeten we naar de brikkenmuur. Oh, die boog hebben we nodig. Ja, die boog gaan we gebruiken. Maar we moeten kijken of we hem zo zetten. Nee, we moeten hem ook niet zo zetten, want dan zien we hem even goed niet. We kunnen hem wel hier zetten. En hier. En daar. En daar. We hebben zo wat boogjes. Goed, de brik. En we kunnen weer verder gaan met het bouwen. Oh, dit heb ik een mooi fout. Ik weet niet of ik hem zo goed heb gezet. Ja. Maar het is dus aflevering. Zitten we aan? Waarvan? Ik weet niet welke we zitten. Ben even de taal kunnen maken. Ik had er voor en daar kunnen thumbnails. Tot ik weet van, ah ja, aflevering zoveel. En we gaan hier even weer een mooi stationnetje proberen te bouwen. Ik ben er geen pro in. Hier moet wel iets van vloer liggen, namelijk. Oh, natuurlijk. Hebben wij platen. Ja, we hebben toch van die houten platen hebben we toen ook gebruikt bij de boomstammetjes. Hoe heet dat weer? Splash Mountain of zo. Ik ben de naam kwijt. Splash Mountain dacht ik. Excuseer ik het fout heb. Dat zijn netten. Ik moet echt vloer hebben. Dat is toch van vloer. Jongens, waar is de vloer nog? Waar is de vloer? Even serieus. Dit zijn de Pokémon's, ja, hallo vogels.
Waar is de vloer? Die zou nog wel meer naar onder staan, denk ik. De vloer, ik ben aan het zoeken. Zoek de vloer, zoek de vloer. Ik zoek naar de vloer. Ik denk dat. Ja, hier is hem. Dat is eigenlijk van een dak, maar. Ik gebruik dus vloer. Kijk. Hoppa, hoppa, hoppa. Andere kant doen we hetzelfde. Onderin moeten we het ook natuurlijk gaan doen. Dat hier een houten onderlaagje in zit. In dit prachtige neergezette attractieding. Neergezet een vliegende hangdak. Vliegtuigje zijn het. Ik heb hem dus niet zelf gebouwd voor de mensen die vorige aflevering niet gezien hebben. Deze achtbaan is niet zelf gebouwd door mij. Maar neergezet, omdat ik er niet echt veel zin had. Ja, een hangdak is sowieso al niet makkelijk om te maken. Dus ja, dan is het wel welsprekend. Voilà, terug naar de bricks. Waar zijn ze? Hier zijn de brikken. Ik denk dat we hier misschien ook met een boog kunnen werken, maar ik weet niet. Als die daar. Wel, nee, daar komt hij niet door. Dan zullen we andere kaartjes moeten gebruiken. Maar ik zie ook dat hij hier al de baan raakt. Als we dit gaan doen, moeten we het overbouwen en dan heb ik niks. Oké, we laten die er. Oh, ik zet hem er neer. Als we laten we zetten. De brikken. We gaan even weer mooi verder bouwen. Ondersteuning komt later. Want de hangende achtbaan is natuurlijk op de andere ondersteuning. En die gaat waarschijnlijk niet gebruik maken van de andere set die ik normaal altijd gebruik. Hier ga ik waarschijnlijk gebruik maken van de dingetjes set. Hoe weet je nu weer? Wat verloren. Ik ben de naam echt kwijt. Het is. Ik ben de naam echt kwijt. Steelworks, zo heet het. Ja. GCAT Steelworks. Nu ben ik er weer op gevonden. Voor de andere attracties die we hier hebben staan met custom ondersteuning, heb ik een andere set gebruikt altijd. En hier komt een hoekje niet uit. Hoe gaan we dat hier doen? Zo moet ik hier. Kijk, dat lossen we snel eventjes op. Ja, als we hier tussenin niet gaan zetten, is het niet echt nodig. De mensen gaan daar niet over springen. Wat raampjes erin. Oh, dat zijn de schuine raampjes. De rechte raampjes ook. Wat raampjes. Gezellig. De raampjes. Een beetje decoratie. Heb ook een deurtje. Heb ook ergens een deur zitten. Een deur. Een deur. Een deur. We hebben nergens een baan. Oh, hier zijn ze. Moet ik ze zo zetten of nee? Zo moeten we. Oh, wat? Oké, dat wil zeggen. Niet echt het plan. Ik denk dat we deze moeten gebruiken. Nee, dit is een diagonale. Op de deur. Dus ik zweer naar binnenkant. Hoe kan dat? Oké, dan wil ik geen deur natuurlijk doorkomen, dan is het zonder deur. Is dit misschien ook een leuke muur? Wow, dit is veel te groot. Ik dacht dat het maar een klein boogje was, maar oh, dit is ook een heel klein dak. Is dit eigenlijk hoog genoeg? Want nee, er moet nog wat op. Er moet nog een stuk op, want anders gaan we de baan maken. En dat mag niet. De brikken muur weer. We gaan nog een laagje erop bouwen. Ganse laag, zo, dat is een beetje veel. Maar een ganse laag erop zetten, jawel. We gaan het beperken tot een halve was. Maar kijk, dit is al genoeg. Een halve is al genoeg. Want dit is dus een mogelijkheid wat je met custom scenery wel kan. Maar niet kan met de standaard blokjes van de voorposter. Kijk, zo is het juist zo. Ja. Want met de gewone golfjes blokjes kan het dus niet. Dat we dat door elkaar laten overlopen. Die waterval irriteert mij alweer. Maar hier hebben we wel een klein probleem. Eigenlijk. Ja, dat is het probleem met de boog alleen. Maar op zich is het niet echt slecht. Waterval uit je bek is even, jongen. Oh, munk, ik ben het echt. Maar hier hebben we ook een probleem. Want dit moet eigenlijk ook natuurlijk dicht. Maar.
Ja, de mensen zijn ook niet soorten. Denk ik niet. Hè. Nee, die mannetjes zijn denk ik niet zo goed. Ik ben altijd verkouden. En dan denk ik het nog altijd, wanneer heb ik het nog gezegd? Ja, dat komt morgen in de video. Van LOL en Missing Craft. Wordt heel erg leuk morgen. Ik heb geloof genomen gisteren. Het is einde vakantie, dames en heren. Helaas. Maar toch. Als we dit opgehoogd hebben, gaan we dadelijk weer afronden. Anders duurt het weer veel te lang. En dan is het leuk om naar te kijken natuurlijk. Als we zo lang doorbouwen. Of ja, zo lang spelen. En dingen doen. Dat is niet echt leuk. Maar vanaf nu komt in elke video een webcam. Dus dat is weer een nieuw updateje. Ik heb twee nieuwe dingen dus. Oké, hier gaat het dus een probleem worden hoor. Met ook, oh, dit doe ik weer, moet ook niet goed. Ik moet maar twee tik zijn. Zo. Nou is zo jammer als we gedraaid zijn. Ik hoor natuurlijk aan twee kanten van mensen het geluid. Maar ik hoor de waterval. Nu maar aan de linker en nee, aan de rechterkant doen. Omdat die aan de rechterkant bevestigd is. Je hoort het dus alleen aan de rechterkant. En dat is een beetje irritant. Ik denk dat we het opgehoogd hebben. Voilà. Oh, ik klik de set weg. Oh, hier gaan hier gaan we toch een boogje in doen. Voilà. Hier ga ik ook met een boog moeten werken ofzo. Maar een hogere boog. Die fout staat, want hier is dus iets niet goed met de muur. Kan ik deze muur hopelijk zo zetten? Ja, dan moet deze alleen nog draaien. Zo draai je dan. Zo. Nee, dan draai ik hem nog fout. Zo draaien. Perfect. Hij raakt de baan niet, maar waarschijnlijk gaat hij die vleugels raken. Maar daar hebben we een simpele oplossing voor. We veranderen gewoon de karretjes. Want we hebben meerdere soorten karretjes. Kijk, dit is één optie, maar dit is een beetje standaard. Dit is een nieuwe optie. Dit kan, wat hebben we nog? UFO karretjes. Papegaaien karretjes. Papegaaien raken niet. En deze raak ook niet, en deze raak ook niet, maar de vliegertjes wel. even kijken. We zitten iets te ver weg. Oké, we hebben dus nog de keuze uit. Deze simpele karretjes. Nope. Deze karretjes kunnen we ook gebruiken. Kunnen we die UFO gebruiken? Ik denk dat we gaan voor. Voor deze, maar dan moeten we natuurlijk wel een aantal waardjes trainen. Op 6. Natuurlijk. Op 6. En twee trainers staan al in. Is het op 6 of is het 5? Ik denk dat het 5 was, hè? Ik ga even testen of ze met 6 wat kan. Is deze fractie al half aan het 6? I don't know. Snel versnelling doen. Is vertrokken. Ik weet niet als je half aan is met 6. Ik weet het niet echt. We zullen het zo te weten komen, hij is nu aan het gaan. Nee, hij is niet haalbaar met 6. Op die plek is het 5. Dus 5 is normaal wel haalbaar voor je. Dus 6 niet kan, moet 2 wel kunnen. Normaal gezien, ik hoop het toch, hè. Maar normaal gezien wordt het geen probleem zijn om met 6 te gaan en met 5 te gaan en naar deze test. We ronden we af. Ik zie hier net dat hij hier in het station terug binnenkomt. Uh-oh. Dat wordt een probleem met het dak. Hij had het nog altijd niet. Serieus? Oké, andere kaartjes gaan we pakken. We gaan die simpele kaartjes toch maar pakken. Een aantal waardjes per trein. Kunnen we door 8 gaan. Als je dit niet haalt, het zijn maar kleine kaartjes. Dat snap ik ook helemaal niet. Dit moet je normaal gezien zonder probleem kunnen halen. Het zijn maar kleine kouwtjes. Oh, wat? Dit is toch niet te geloven, jongens. Twee kouwtjes er vanaf. Wacht, nee, ik wil andere kouwtjes. Ik wil de papegaai kouwtjes. Ik
Maar die kunnen die in situ dumping halen. Deel van vervullen. Ik denk dat we toch met deze moeten gaan houden. Want dat waren 4 of 5. Ik denk 5. Of 5. Jammer, zo'n duwt er altijd. Wat dit, wat een gedoe. Wat een gedoe. Niet te geloven. Ja, dit was het. Open en we sluiten hem terug. Dames en heren, we hebben het gewonnen. Ik moet alleen achter nog een boog zetten staan. Dat doen we nu. Helemaal naar onder. Hier zit de set. Piratings. Oh, ze bij Wild Westen. Pirate is hier. Pirate wilt openen, AIW. Piratings, dank u wel. De boog, ik ben nog al langs. Oh, ik moet even de tijd terug normaal zetten, want die stond iets hard. Waterval op je back! Shit, hetzelfde muurprobleem. Nou, dan moeten we deze even weer verplaatsen. Zo denk ik dan. En doe ik het nog fout. Hij moet naar de binnenkant. Nee. Zo. En zo. Nice. Dames en heren, we hebben de problemen opgelost. En de opname eindigt hier. En nu, na het opslaan van dit spel, opgeslagen. Stationnetje begint vorm te krijgen. Ik zie jullie volgende week zondag gewoon weer terug bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En dan, ja. Later.